Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Asta Casino, op het Spui 27 in Den Haag, is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Welkom bij Studio ADO. De hoofdmacht van trainer Fons Groenendijk komt dit weekend niet in actie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de interlands van Oranje uit tegen Wit-Rusland en thuis tegen Zweden. Maar dat geeft ons de gelegenheid om eens aandacht te besteden aan de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Deze week waren we te gast op het complex De Aftrap. En we spraken daar uitgebreid met het nieuwe hoofd jeugdopleidingen Frans Dane. Want er waren genoeg onderwerpen om over te praten. Frans, nog even terug naar vorig seizoen. Op een gegeven ogenblik kwam er een einde aan de periode bij FC Schravenzande. Ben je er ooit wel eens achter gekomen wat nou de werkelijke reden was waarom men niet door wilde gaan? Ze zei van ja, we moeten een ander profiel hebben. Ja, andere type. Nee, ik heb er verder nooit naar gevraagd of iets. Ik heb het geaccepteerd en ik heb een super afscheid gehad. Daar ben ik nog steeds trots op. En sportief gezien ook natuurlijk een post afscheid. Ja, dit was niet normaal. We hebben alles gewonnen sinds de fusieclub er is. Dus we hebben geschiedenis geschreven en daar ben ik trots op. Oké, goed. Toen zei je bij ons een keer aan tafel in ons programma. Ja, ik ga niet zomaar bij elke club aan de gang. Als er niet iets fatsoenlijks op mijn pad komt, ja, goed, dan maar een jaartje een sabbatical. Ja, daar ging ik ook in eerste instantie vanuit. Ik had de hengels uit het vet gehaald. Ik denk, nou, even wat rustiger aandoen. En op een gegeven moment werd ik gebeld door Jeffrey van As of ik interesse had om bij ADO de functie over opleiding in te vullen. Dat was al nadat je afscheid had genomen bij FC Schravenzande? Nee, dat was ergens in mei of zo waren de eerste contacten. En daarna ging er nog een tijd overheen voordat het uiteindelijk concreet en dan uiteindelijk rond was. Ja, dus, ja, want ik kan me voorstellen, functie hoofdjeugdopleiding bij ADO is een gewilde functie. Er zullen er genoeg op ingeschreven hebben, denk ik. Ja, er waren er genoeg die erop gesolliciteerd hadden. En uiteindelijk mocht ik het dus worden. En voor mij was het iets. Begin juni, ik was nog bezig bij Schravenzande met de Westland Cup moesten we nog spelen. En ja, ik had natuurlijk nog een eigen baan, die heb ik moeten opzeggen. En wat dat bedoel ik, dat was natuurlijk wel voor jou iets cruciaals. Je zegt niet van de ene op de andere keer, als je gewoon van club verandert, kan ik me voorstellen. In dit geval, ja, het is een fulltime functie, dus het betekent gewoon, ja, luister, is je huidige baan op gaan zeggen. Ja, dat was ook een hele moeilijke beslissing. Ja. Ik hou wel van avontuur, maar ik wil ook wel een beetje zekerheid hebben. Thuis erover gehad, die zeiden dat is waar je goed in bent en dat moet je maar gaan doen. Ja, toen twijfelde ik nog voor mezelf, niet aan mezelf, maar wel gewoon naar de toekomst toe en naar mijn gezin toe. Ja. Uiteindelijk nog kennissen, vrienden gesproken en uiteindelijk gezegd van oké, we gaan ervoor. Ja, wat dat betreft scheelt natuurlijk ook wel, je vrouw leeft ook helemaal mee in dat voetballen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer een voordeel natuurlijk. Hè? Weet je, ik ga niet slijmen over haar, maar weet je, zij is gewoon heel belangrijk voor mij. Zij geeft mij ook alle ruimte om dat te doen. En Dus het klinkt een beetje, tuurlijk komt die droom uit. Elke dag met voetbal bezig mogen zijn, voetbaldier zoals je zei. Ja, kijk, vroeger mocht ik dat als speler van je hobby, je beroep maken. Ja. En nu mag ik dat als hoofdopleidingen.
Ja, en dan werk je met niet de slechtste jeugdvoetballers die hier in de regio rondlopen? Nee, zeker niet. Als je ook ziet dat wij verschillende leeftijdscategorieën jongens bij Oranje hebben lopen. Ja, dan ben je daar natuurlijk trots op dat je daar ook onderdeel van mag uitmaken. Ja. Wat ik ook opviel bij ADO, heel vaak ook de doelverdedigers. Hè? Dat er heel veel doelverdedigers ook vaak bij een nationale selectie zitten. Ik had het laatst toevallig met iemand van de KNVB over. Die zei van, hoe kunnen jullie nou iedere keer die goede keepers hebben? Ja. Ik zei, nou, dat zou waarschijnlijk aan de keeperstrainers en de scouting liggen. Want dan is het geen geluk toeval, meer of iets, toeval meer. Ja, dan moet je verder gaan kijken. Dus, maar dat zijn wel leuke complimenten die wij dan als ADO Den Haag binnenkrijgen. Ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat er überhaupt jongens ook bij nationale selecties komen. Hè? Want dat geeft spelers ook natuurlijk een stuk vertrouwen van, ik ga naar ADO, want ook daar ben ik dan in beeld. Ja, nou ja, sowieso denk ik, als je hier in de regio speelt, is het sowieso wel leuk om hier eventueel betaalde voetbal te kunnen halen. En als extra stimulans, als jij bij ADO Den Haag speelt en je wordt uitgenodigd voor Oranje, ja, dan is dat natuurlijk een extra boost. Ja. En dan is het aan onze zaak om zeker dat soort jongens binnen te houden. Toen je kwam hier bij ADO op de aftrap, de eerste weken, wat ben je gaan doen? Wat was het eerste waar je aan dacht van, nou daar moet ik mijn aandacht aan op gaan vestigen? Nou, niet de aandacht. Ik wilde eerst gewoon met de werknemers praten. Een gesprek aan van, weet je, hoe gaat het hier? Hoe doen jullie het? Hoe werkt het hier? Want dat vond ik belangrijk. Hoe is de werksfeer? Rob Meppeling is natuurlijk al begin april weggegaan. Heb je nog contact met hem gehad? Nee. Nee. Want ik wil gewoon ook blanco erin gaan. Ja. Misschien zou hij iets slechts zeggen over ADO of iets goeds. Uiteindelijk vind ik, moet ik het zelf gaan ervaren. En als ik dan met bepaalde vooroordelen ergens instap, dat zag ik niet zitten. Dus ik heb bewust geen contact met hem gezocht. We hebben Paul van Lid, die is in die periode ook 2 maanden ziek geweest. Ja, ja. Dus ja, toen ik hier binnenkwam was het rommelig. Ja. En uiteindelijk hebben we het zo goed als op de rails weer. Want toen ik hier binnenkwam hadden we gewoon een achterstand. En dat is zo goed als weggewerkt. En wat ik nu merk is, we praten over voetbal, we praten in de wij-vorm. En dat is denk ik de eerste stap die belangrijk is. Ja. Dan zie je wat dat betreft, als we om ons heen kijken, in het verleden, weten we allemaal, ADO had vroeger ook nog een goede jeugdopleiding. Accommodatie was in vergelijking met andere BVO's natuurlijk ver beneden peil. Nu is wat dat betreft natuurlijk ook een schitterende accommodatie om jeugd op te leiden. Ja, dit is eigenlijk belachelijk zo mooi als alles is hier. Ik weet nog, de oude kleedkamers, toen ik zelf speelde, dat stond hier dus 2 jaar geleden ook nog. De kleedkamers waren 10 centimeter kleiner geworden. Zoveel lage verf zaten erop. Dus ja, maar als je dit nu ziet, wij zijn echt, denk ik, een van de toonaangevende opleidingen waar gewoon alles in zo'n gebouw zit. Hier zitten studieruimtes, we hebben een bioscoop, we hebben videoanalisten, noem het maar op, je kan zo gek. Er is echt aan alles gedacht. Aan alles. Ja, dat is ook wel geld. Merk je dan ook, hè, nu de entourage hier, ook jeugdopleiding betaald voetbal ADO, merk je dan ook dat de trek, zoals die in het verleden was, naar andere BVO's toch minder is geworden? Dat de jeugd hier uit de regio toch ook voor ADO gaat kiezen? Ja, ik denk sowieso dat de aantrekkingskracht groot is bij de naam ADO, sowieso. Maar ik denk, als je nu het complex hier op komt lopen, weet je, je komt echt ergens dat je zegt van zo jongens, weet je, het ziet er allemaal netjes, fris uit. En niet in die, die oude bende zoals het toen was. Het was gewoon toe aan vervanging. En nu, weet je, er staat iets als je hier binnenkomt en je hebt echt zoiets van zo, weet je, het is hier allemaal... Ja, want je kan geweldig goede trainers hebben als je natuurlijk in een accommodatie als komt die niks is. Dat trekt minder aan. Ja, ja. Dan kan je naam wel goed zijn, maar toch als je ziet waar je je om moet kleden of waar je behandeld moet worden, dit is ideaal. Ja. Als we kijken naar de doelstelling is natuurlijk spelers opleiden die straks richting Cars Jeans Stadion gaan. Hoe is het met talent bij ADO? Ja, ik denk wel goed. Ik denk dat er zijn volgens mij 2 jongens die nog heel jong zijn, Ladan en Hennels, die al bij het eerste zitten. Dat zijn nog jeugdspelers, dus talent is daar. Ja. Nu dat we Jong ADO erbij hebben weer, die natuurlijk een aantal jaren ertussenuit is geweest,
hebben we weer een elftal erbij, waarbij de spelers, als die 19 zijn, dan moest er een keus gemaakt worden of je gaat naar betaald voetbal BVO 1, eredivisieniveau. Dat is een hele grote stap. Nu met dit elftal wat we erbij hebben gezet, kunnen we de opleiding verlengen. En ik denk dat dat dan alleen maar ten goede komt van onze talenten. Dat team is natuurlijk een uitkomst. Belangrijk is natuurlijk altijd ook wel een beetje goede competitie komt voor zo'n team. Ja, nou ja, de KNVB heeft wederom gekozen voor een competitie met 8 teams. Dus dat houdt in 14 potjes. Dat is niet wat je graag wenst. Er zit wel Feyenoord bij, Heerenveen. Dus er zijn wel een aantal teams wat gewoon redelijk is. Alleen, en je speelt ook goede wedstrijden tegen topamateurs. Dus we moeten het ook zien in te vullen voor die gasten, dat die op een goed niveau oefenen. Dus wij spelen gewoon tegen topamateurs of nog tegen andere BVO's. We hebben ook laatst tegen Ajax, jonge Ajax geoefend. Om toch hun ook op dat niveau te krijgen, om uiteindelijk die stap naar het eerste elftal te maken. Dus ik ben heel blij dat jong ADO erbij is gekomen. Dan zit je ook zelf heel vaak op de tribune, als je het eerste speelt in het stadion. Hoe is jouw contact überhaupt met de technische staf van de andere kant, zou ik maar zeggen? Ja, nou ja, je zegt het goed, de andere kant. Het is toch een nadeel dat we niet op één complex zitten. Maar de contacten die zijn goed. Ik ga één keer in de week daar een kopje koffie drinken. We bespreken wat dingen door. Met de trainers van één en soms gaat het nergens over, andere keren wel wat dingetjes. En dan mijn contacten met Jeffrey van As, die zijn ook wekelijks. Dus de contacten zijn van mijn kant positief. Oké, als je kijkt naar, ik denk dat je zit in een baan waar eigenlijk geen dag hetzelfde is. Maar hoe globaal ziet zo'n dag er voor je uit? Joh, Ton, ik kom wel eens thuis en dan denk ik dan als mevrouw, wat heb je gedaan? Ja. Maar als ik zeg, het is even een bal was lekker. Er komt een trainer, een ouder een probleempje. Hoe kan ik het oplossen? Dan komt er een trainer, heb je mijn wedstrijd gezien? Wat vond je ervan? Of heb je die beelden gezien? Dus het is heel complex. Dan belt een trainer op, mijn kind is ziek thuis, kan ik thuis blijven? Want ik heb geen oppas. Dan sta je weer op het veld. Dus het is heel divers. Heel divers. Maar goed, dat wil ik ook zeggen. Je hebt nu al die jaren lang op het veld opstaan. Je was niet helemaal vreemd met de functie van de hoofdjeugdopleiding. Je hebt natuurlijk bij Kwik het ook al jaren gedaan. Maar toch, je functie. Je hebt meer een bureaufunctie. Maar je houdt die feeling met het veld. Dat sowieso. Ja. Mijn deur staat altijd open. Trainers komen uit zichzelf binnen. We hebben een trainerskamer. Met een bankstel erin, waarbij de trainers ook zich even terug kunnen trekken. Daar ga ik regelmatig zitten. Om ook die goede contacten met de trainers, weet je. Het hoeft niet altijd alleen maar over voetbal te gaan. We hebben ook privé dingen, van alles en nog wat. Dus de contacten die zijn er. Waar nodig is, spring ik bij een training als er iemand ziek is. Of we hebben trainers die lopen stage bij Oranje Elftallen. Dus dan neem ik daar de training over. Maar ik ga ook wel als assistent mee het veld op van een trainer onder 13. Nou, dan zet ik voor hem de dopjes uit en mag ik mijn coachmomentjes pakken. Ja. Om toch hun ook het gevoel te geven dat ik er niet alleen maar ben om hier achter mijn bureau te zitten. Maar ook op het veld en natuurlijk naast het veld hun daarin te coachen en te helpen. Ja. En spelers die eruit gekozen worden voor Oranje, voor jeugdselecties. Ja, die ga je natuurlijk ook bekijken. Ja, die moet je ook gaan bekijken. Maar dat is er nog niet van gekomen. Ik zit hier net natuurlijk. Dus ik probeer beetje bij beetje. Ik vind eerst belangrijk, het moet hier goed zijn. Ik wil weten hoe de trainers werken. Hoe alles binnen ADO zelf al werkt. Wat sowieso al goed voor elkaar was. Dat is voor mij eerst het belangrijkste. Ik kan niet alles tegelijk aan gaan pakken. Ik hoef ook niet opnieuw het wiel uit te vinden. De grootste basis staat hier zo. En dan gaat het alleen maar om kleine dingetjes. Misschien net ietsje anders of op mijn manier. Ja. Waarbij de trainer, maar met name de spelers zichzelf kunnen ontwikkelen. Je gaf zelf al aan, ik ben nog maar kort bezig. Maar tot nu toe, voor jezelf,
Je zegt niet van ik heb een verkeerde beslissing genomen. Nee, nee, zeker niet. Nee, op het moment dat ik die beslissing neem, dan sta ik erachter en dan ga ik er vol voor. Mijn contract is 40 uur, ik maak er veel meer. Weet je, dat is ook iets. We weten allemaal, als je in de voetballerij werkzaam bent. Je kijkt niet op de klok. Je kijkt niet op de klok. Het belangrijkste is, je moet het leuk vinden. En als je iets leuk vindt om te doen, ik probeer hier zo het wij-gevoel te creëren. We winnen met z'n allen. De uitslagen zijn in eerste instantie niet belangrijk, want we zijn bezig met opleiden. Ja. Ja, dat is voor een hoop ook wennen aan elkaar. Soms maak ik wel eens een cynische opmerking, dan moet ik weten ook bij wie ik dat doe. Maar dit is gewoon het allerleukste wat er is. Tot zover deze aflevering van Studio ADO. Volgende week zijn we er weer. Gaan we vooruitblikken op het duel van ADO Den Haag thuis tegen Excelsior. En die wedstrijd wordt gespeeld op zondag pas om 16:45. Graag tot volgende week.